We schrijven 50 jaar voor Christus. Gallië, zoals Frankrijk toen heette, is helemaal bezet door de Romeinen. Helemaal? Nee. In één dorpje blijven de onverzaagde Galliërs zich tegen de invallers verzetten. En zij maken het leven van de legioensoldaten die gelegerd zijn in de versterkte kampen Babaorum, Aquarium, Laudanum en Petit Bodem behoorlijk zuur. Ja, je begrijpt vast al over welk onverzettelijk dorpje ik het heb. Precies, het dorp van Asterix, de held van ons verhaal. Hij is klein, slim, scherpzinnig en sterk. Voor hem is geen opdracht te zwaar en geen tegenstander te machtig. Hij dankt zijn enorme kracht aan de toverdrank van Panoramix, de druïde van het dorp. De onafscheidelijke metgezel van Asterix is Obelix, de bekendste steenhouwer van zijn eeuw. Hij is een groot liefhebber van geroosterde everzwijnen en knokpartijen en altijd bereid om zich met Asterix in een nieuw avontuur te starten. Obelix is stevast vergezeld van Idefix, de enige hond op aarde die spontaan begint te janken als er een boom wordt geveld. En dan is er nog Panoramix, de oude, eerbiedwaardige druïde van het dorp. Ja, feitelijk waren druïdes Keltische priesters in het oude Gallië en Brittannië. Maar Panoramix kun je het beste beschouwen als de wijste man van het dorp. Met zijn gouden snoeimes snijdt hij marentak en daarmee bereidt hij voor zijn dorpsgenoten de toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Maar hij kent nog vele andere recepten. Het zuizel door de bomen. Het ijselijke geluid dat je nu hoort wordt voortgebracht door Assurance Toerix, de baard, oftewel de dorpszanger. De meningen over hem zijn nogal verdeeld. Hij zelf vindt dat hij geniaal is. De rest van het dorp vindt dat niet. Maar zolang hij zijn mond behoudt, wordt hij zeer gewaardeerd. En dan hebben we nog de belangrijkste figuur van het dorp tenslotte. En dat is Abralacoursix, het stamhoofd. Een koelbloedige en stoutmoedige, statige en baardige leider. Geliefd door zijn mannen en gevreesd door zijn vijanden. Zelf is hij voor niemand bang. Ziezo. Nu wij de belangrijkste figuren uit het dorp van Asterix hebben voorgesteld, kunnen we met ons verhaal beginnen. Blauw is de lucht en groen is de zee. En dit nieuwe avontuur opent met een prachtig uitzicht op het spiksplinternieuwe dorp van Asterix. De dorpelingen zitten aan een feestmaal en Abralacoursix, het stamhoofd, roept nog even in de herinnering hoe ze zo aan dat nieuwe dorp gekomen zijn. Ja, als je daar helemaal het fijne van wilt weten, moet je de luisterstrip De Zoon van Asterix te pakken zien te krijgen. Dan hoor je het hele verhaal. Maar luister nu eerst naar Abralacoursix. De Romeinen hadden ons dorp platgebrand. Een beschaamde Caesar heeft zijn legioenen toen opgedragen het weer op te bouwen. Goed, maar daarom zijn we nog niet met hem klaar. Oh nee, nog lang niet. En dus, beste vrienden. Ik vond het anders wel leuk om te zien hoe die Romeinen ons dorp weer opbouwden, wat jij als dit. Je is een manier naar mijn hoofd slingerde om te bewijzen dat je ook handig bent met stenen. Ze waren in ieder geval vlugger klaar dan voorzien. Angst kan verrassend stimulerend werken, Obelix. Is het wel prettig wonen in zo'n nieuwe hut? Ja, maar als ze dan toch bezig waren, hadden ze geen bezwaar tegen een beetje moderne architectuur. Stijl Gallo-Romeinse villa bijvoorbeeld. Ja, maar Romeinse zuilen zijn onbetaalbaar geworden. Je werd er meteen door geruineerd, schijnt het. Ik vind het vreemd dat Assurance Toerix onze partner is te bekennen. Ik wil stilte als ik spreek. Kom van de dag. Oh, nee. Assurance Toerix, de baard, heeft precies dit moment uitgekozen om de akoestiek van zijn nieuwe hut uit te testen. Het afgrijzelijke geluid van zijn gezang is voor Abralacoursix de druppel die de emmer doet overlopen. Hij heeft toch al het gevoel dat er geen mens naar hem luistert. En nu dit nog. Terwijl Abralacoursix als een bezetene op de boom gaat inhakken waarin de hut van de baard zich bevindt, gebeuren er hoog boven in de lucht wonderlijke dingen. Wat nou weer? Komen er tegenwoordig ook al mensen uit de lucht vallen? Wie ben jij? Waar kom je vandaan?
ik ben wies daar de vaak hier. Ik vloog boven jullie dorp toen er onmenselijk geschreeuw me uit balans bracht en ik neerstortte. Wat zeg je? Vloog je boven ons dorp? Rare jongen. Ja, maar hij is er ook op zijn hoofd gevallen, hè? En niet voor de eerste keer als je dat verband om zijn kop ziet. Abrarakursits! Hanneton! Kijk eens wat er net uit de lucht is komen vallen! De stem die je nu hoort is die van Bellefleur, de vrouw van het stamhoofd Abrarakursits. Abrarakursits, Hanneton! Kijk nou eens wat ik net voor de deur gevonden heb. Ah, dat is mijn tapijt. Wat lief dat u het terugbrengt, mevrouw. Pardon? Wie is dat? Dat is Wiesda. Ik zie niet in waarom Bellefleur dat tapijt moet krijgen. Het lag net zo dicht bij mijn voordeur als bij de haren. Mis, mevrouw. En trouwens, ik ben toch zeker de vrouw van de chef? Maar dames, luister dan toch. Dat ze van mij kan krijgen, de vrouw van de chef. Zo'n mannetje, hè? Dat is een Sanine Grijze. Oeh, zo. Dames vliegen elkaar in de haren, maar ook de heren nemen deel aan de strijd. De man van Bellefleurs buurvrouw Nestorix, die inderdaad niet al te jong is, laat zich niet uitlachen door de smid. Hij gaat hem stevig met zijn wandelstok te lijf. Kostenrix, de visboer, die in het verdwaalde klap van de smid oploopt, mengt zich ook in de strijd en roept zijn vrouw toe alle overgebleven vissen van het vorig jaar aan te voeren. Binnen de kortste keren slaat iedereen elkaar met rotte vis om de oren. Assurance Toerix, die zich liever met kunst en cultuur bezighoudt, barst boven in de boom, maar er is zich een zang los. Bij de eerste regel die hij galmt, begint het me toch te regenen. En dan is het spektakel helemaal compleet. Fakir Wiesda kijkt zijn ogen uit. Ik voel het zeer bijna. Wat een weer op een jaar. Ik heb gaan. Natuurlijk Assurance Toerix. De gronden zijn met mij. Ben ik daar precies terechtgekomen in het dorp dat ik zocht? Het dorp van de gekken en de zingende regenmaker. Waarom zocht je uitgerekend ons dorp? Mijn land ligt ver weg in het oosten, Druïde. Een koopman die vroeger bij het Romeinse legioen is geweest, heeft me daarover uw heldendaden verteld. Toen heb ik de lange reis gemaakt om uw hulp in te roepen. Het is bijzonder belangrijk, maar voor ik verder vertel en met u goed vinden, ga ik eerst mijn tapijt even halen. Op het tapijt zijn de twee dames nog steeds in een heftige strijd gewikkeld. Ja, het is maar goed dat de vissen, waarmee ze elkaar links en rechts om de oren slaan, al minstens een jaar dood zijn, want anders waren ze nu zeker gesneuveld. Ik heb recht op dat tapijt. Ik ben de vrouw van het stamhoofd. Je kan me wat. Je bent zo gewoon als ieder ander, hoor. En daarbij ben je nog hebberig ook. Oh ja, ben ik hebberig? Heb jij wel eens in de spiegel gekeken, hè? Ik heb nog nooit iemand gezien met zo'n inhalige vlek in de ogen. Zeg, hoor eens even. Je moet niet denken dat ik alles neem. Ik zal je... Op dit moment kiest Fakir Wiesda om in te grijpen. Hij gaat in kleermaker zit voor op het tapijt in de eerste vliegpositie zitten en kiest even later met beide dames het luchtruim. Moeder! Dat tapijt vliegt, Panoramix. Wat voor wonder is dit? Ik heb al eerder over de wonderbaarlijke krachten van Fakirs gehoord. Ze hebben zo'n geweldig concentratievermogen dat ze van alles aan het zweven kunnen brengen. Na een supersnelle vliegronde boven het dorp laat Fakir Wiesda zijn tapijt weer netjes landen. Nog duizelig van de vliegreis druipen Bellefleur en haar buurvrouw, terwijl ze elkaar ondersteunen, af. Wonderbaarlijk wat jij al niet doet met een tapijt, Wiesda. Och, dit was gewoon les 1 uit Hoe word ik een vakier? Dat moet verrekt handig zijn om even zwijnen te jagen. Kun je mij niet meenemen? Nee, zo zwaar heb ik nog nooit geteeld. Maar ja, we kunnen het proberen. Zwaar? Wie is er hier zwaar? Rustig maar, Oberlin. Laten we naar mijn huis gaan en dat raad bijeenroepen. Dan kan onze gast vertellen wat hij hier zoekt. Ik ben misschien niet een van de lichtste. Maar kijk eens hoe mager die vakier is. We kunnen hem beter een paar evenzwijnen voorzetten. Gelijk heb je, Obelix. Erg gastvrij zijn we nog niet geweest. Zeg, Wiesda, je zult wel honger hebben. Wil je wat eten? Nee, dank je. Ik heb nog gegeten voor ik vertrok. En wanneer was dat? Oh, amper 20 dagen geleden. Hé, je vriend is stijl achterover geslagen. Is hij niet goed geworden of zo? Hij kan er niet bij dat iemand 20 dagen zonder eten kan. Hij is flauwgevallen door de schok. Even later is de dorpsraad, bestaande uit Abrarakursix, Asterix, Obelix,
Panoramix en Assurance Tourix bijeenen de hut van het stamhoofd. Fakir Wista vertelt zijn verhaal. Het koninkrijk waar ik vandaan kom ligt in de Gangesvallei. Het klimaat is er warm en droog, behalve in de moessontijd, als gedurende enkele maanden weldadige regens onze akkers besproeien. Ik hoop niet dat hij helemaal hier naartoe gekomen is om ons te onderhouden over het weer. Dat zal vast niet. En als waren uit de grond oprijzen. Maar het ziet er nu echt naar uit dat wij de god Indra, dat is onze god van het water, hebben ontstemd. Want het moessonseizoen is al bijna voorbij en er is nog geen druppel regen gevallen. Straks begint het droge seizoen weer en dan zal er hongersnood en ellende komen over ons volk. Onze goede koning Ratjavasta heeft een dochter, de zoete en mooie prinses Aladina. Maar nu heeft onze religieuze leider, de Guru Verda, die met de goden praat, bevolen dat als er geen regen is gevallen voor het droge seizoen begint, en dat is precies 1001 uur, prinses Aladina naar het offeraltaar moet worden geleid om de toorn van de goden te bedaren. Ik zie niet hoe wij je kunnen helpen, Wista. Wij hebben geen zeggenschap over regen en zonneschijn. Ik denk dat ik het snap. Onze gast zou graag onze Bart mee willen nemen, opdat hij alzingend regen over zijn land roept. Natuurlijk. Ik vergat dat als er onze Tourix de weergoden in het hart treft met zijn gezang. Ja, dat is zo. Natuurlijk. Afgesproken vaak hier. We vertrouwen je onze Bart toe en ook Asterix en Obelix gaan met je mee. Dat is onzin. Ik doe helemaal geen regen vallen en dat zal ik bewijzen ook. Het regent in mijn kamer, het regent in mijn bad. Het regent in mijn huis, het regent op mijn bed. Ja, goedemorgen. Het regent in mijn kamer, zingt Assurance Tourix. Maar het regent niet in zijn kamer. Maar het regent in, ja, je hoort het goed, in Bellefleurs kamer, zonder dat het dak lekt. Nou, die ontploft bij kans van woede en slaat de hele dorpsraad, inclusief de fakir, haar hut uit. Maar Bellefleurtje, hondenponnetje van... Dat is toch handig voor de vaat, zo'n buitje in huis? Nu ga je echt te ver, Assurance Tourix. Niet lang daarna zijn onze vrienden gereed om vergezeld van Assurance Tourix met Fakir Wista mee te gaan op zijn vliegende tapijt. Idefix mag ook mee. Ik breng die Bart van jullie gauw terug, hoor, Abrarakoursix. Maar dat heeft helemaal geen haast. Ze zullen daar geen vaste tent voor je afbreken, Assurance Tourix. Denk je dat echt? Nou, reken maar. Hier, Asterix. Neem deze fles met toverdrank. Hier, je weet maar nooit... Dank u, Panoramix. Maar waar is Obelix gebleven? Uit de weg! Een paar volgetraden everzwijnen. Die kun je toch niet meenemen? Huh? Hebben jullie in vredesnaam allemaal laten, Obelix? Op het tapijt? Van die buitenlucht krijg ik altijd vreselijk honger. Mijn tapijt kan dat nooit allemaal hebben. Maar ik beloof je zoveel gastronomische stops als je maar wilt, Obelix. En daar gaan ze eigenlijk. Nagewuifd door de dorpelingen kiezen ze het luchtruim. Al gauw zweeft het tapijt hoog boven het lieflijke Gallische landschap. Kijk toch, Obelix. Van bovenaf gezien is Gallië nog mooier. Ik rammel van de honger. Ik voel de inspiratie opwellen in de vorm van een verrukkelijke ballade. Nee, als er als het toer is. Nou, vooral niet zingen, hè. Straks laat je het tapijt kantelen en dan vallen we er allemaal af. Stelletje barbaar. Mooi om te zien van hieraf. Je ziet zelfs de everzwijnen stoeien. Everzwijnen? Waar dan? Waar? Niet doen, Obelix. Niet vooroverleunen. Het tapijt slaat om. We verliezen hoogte. Oei. Nou, dat was op het nippertje. Zeg aan die dikhuid dat hij dat voortaan laat, hè? Dikhuid? Hoezo dik? Hey, Jos! Met dat geschommel hebben we als een toerist verloren. Oh, wacht. Ik zie hem al. Hij hangt daar, aan die boomtak. Kom, we pikken hem op. Vlieg er maar heen, Wista. Als Assurance Tourix weer aan boord van het tapijt is gehezen, kunnen ze verder.
Wista vliegt laag over de eerste herberg die ze tegenkomen. En in hun vlucht grissen ze 3 vers gebraden everzwijnen mee, die de herbergier net op een tafeltje buiten op het terras heeft gezet. Zo, eindelijk kan Obelix zijn honger stillen. Verrekte handig, zo'n zelfbedieningszaak. Ook een hapje everzwijn, dus daar? Nee, als ze te eten nooit vlees. Die heeft nou al meer dan 20 dagen niks gegeten, Asterix. Ik zeg je, hij is niet gezond. Hé, kijk eens jongens, onder ons ligt een Romeins kamp. Eens even mijn route controleren. We zakken een eindje, dan kan ik het aan die soldaat vragen die daarnet uit die tent naar buiten komt. Nou, maar die vent wankelt op zijn benen, hij lijkt me aardig aangeschoten. Zeker te diep in het glaasje gekeken. Hij heeft het wijnvat nog onder de arm, maar dat zal wel leeg zijn. Hé daar, legionair. Gaan we zo de goede kant op naar Rome, hè? Vanzelfsprekend. Alle wegleiden tot de Rome, beste vriend. Zodra tot de legionair, die Lazarus heet, doordringt dat hij zojuist de weg heeft gewezen aan een stel reizigers op een vliegend tapijt, denkt hij dat de Gallische wijn hem in de bol is geslagen en dat hij ze letterlijk ziet vliegen. Nu Wista weet dat hij op de goede weg is, geeft hij zijn tapijt vol gas om zo gauw mogelijk op de plaats van bestemming te komen. Het wordt donker. Waar strijken we neer om te slapen, Wista? Daar hebben we geen tijd voor. Slaap maar op het tapijt, dat is comfortabel genoeg. En jij dan? Slaap jij niet? Ik ben het waken gewoon en bovendien kan ik toch alleen slapen op een plank met spijkers. Nou, die vindt knots. In het verre thuisland van Fakir Wista zijn Ratja Wista en zijn beeldschone dochter Aladina er niet erg gerust op dat Wista erin zal slagen voor het invallen van de droogte terug te keren met de Gallische regenmaker. Lieve Aladina, ik ben bang dat de dappere Wista te laat komt om te beletten dat die gemene Werda zijn bedreigingen uitvoert. Het goedgelovige volk zal hem steunen uit angst voor hongersnood. Heb vertrouwen, vader. Eer de 1001 uren om zijn, zal Wista hier zijn met de Gallische wonderdoener. Ondertussen is de held van de 1001 uur om en nog heeft het niet geregend, goddelijke prinses. Oh, daar heb je die vreselijke Werda. Ellendeling, alsof we niet wisten dat je hele misselijke opzet alleen bedoeld is om, na het verdwijnen van de enige troonopvolster, zelf de macht in handen te krijgen. Je raaskalt van verdriet, o grote Raja. De watergod Indra zelf heeft me zijn wil meegedeeld. Die wolkenloze, blauwe hemel waarin een zon schittert die uw hele koninkrijk verzengt. Blijkt daaruit niet Gods wil om Raja Vasda op de proef te stellen? Zo wreed kunnen goden niet zijn. Nu leiden zij vast hen naar ons toe die op weg zijn om ons volk te redden. Deze redders van het volk hebben ondertussen hun eerste nacht in de open lucht doorgebracht. En uitgerust zetten ze hun reis voort. We vliegen nu boven de Tyreense Zee. Straks komen we over Italië, dan Griekenland, Mesopotamië, Perzië, de vallei van de Indus en tenslotte de Gangesvallei. Hoe vind jij zo gemakkelijk de weg terug, Wista? Makkelijk zat. Ik doe precies hetzelfde als de postduiven. Wat een grote, grote honger heeft dat kleine hondje van mij, hè, Idefiets? Daar vlak voor ons vaart een boot. Die heeft vast wel lekker lekkers aan boord voor het grote baasje van het kleine hondje. Maar kijk eens aan, als dat onze oude grappers niet zijn. De boot waar Asterix het over heeft, is een zeeroverschuit. En toevallig wordt die bemand door een piratenbende die Asterix en Obelix in hun avontuur al eerder zijn tegengekomen. De zeerovers hebben daar overigens geen prettige herinneringen aan. Maar voorlopig zijn ze zich nog van geen naderend onheil bewust. De matroos die in het kraaiennest op de uitkijk staat en die een nogal merkwaardig spraakgebruik heeft, spuurt de wijde wateren af naar andere schepen. Ahoy, kraaiennest, geen zeil in zicht! Zelfs geen zakdoek, kapitein! Niet een bakboord, en ook niet een stuurboord! Hou eens op! Vooruit, mannen! Ga alle buit van 1 seizoen piraterij uit het ruim halen. Er zijn geen andere kapers op de kust. We kunnen rustige schatting maken. Kapitein! Een tap! Een tap! Een tap!
Een tap, een tap, een tap. Hoezo een tap, een tap, een tap? Wat bedoel je met een tap, een tap, een tap? Een tap! Een tap uit! Leg voor ons! Alle haaien, een vliegend vloerkleed met galliërs aan boord. Ze komen recht op ons af. Ze zijn van plan om hier op het dek te landen. Vliegend tapijt, dat verstaat je niet. In een soepele glijvlucht wandt het vliegende tapijt op het dek van de piratenschuit. Obelix gaat onmiddellijk op zoek naar eten. Alle obstakels die hij daarbij tegenkomt en die niet eetbaar zijn, gooit hij overboord. Waardeloze rommel, Asterix. Hier valt niks te wikken op die boot. Alsjeblieft, Asterix, boor het schip in de grond als je wilt. Maar zeg dat je vriend ermee ophoudt ons geld in het water te gooien. Hij heeft honger en houdt niets hem tegen. Nee, vlug, mannen, haal het kombuis leeg en breng alles wat eetbaar is op de brug. En zo krijgt Obelix ruimschoots de gelegenheid om zijn verschrikkelijke honger te stillen. Nadat Asterix met een muntstuk voor het eten heeft betaald, vertrekken de vrienden weer. Hoewel het muntstuk van Asterix het enige waardevolle is wat op het schip is overgebleven, is de piratenkapitein al lang blij dat zijn schuit niet gekelderd is. Totdat blijkt dat de overijverige scheepsjongen uit het kraaiennest is geklommen en het schip lek heeft geslagen om de eer aan de piraten zelf te houden. Het schip zinkt als een baksteen en de zeerovers moeten hun reis zwemmend vervolgen. Het tapijt is ondertussen na 96 uur vliegen al een heel eind gevorderd. We komen nu boven Rome. Ik ga wat lager zitten, dan zien we die grote prachtige stad van dichtbij. Ze is niet zoveel groter dan ons dorp. Even later scheren de vrienden laag over het paleis van Julius Caesar, die net wat frisse lucht hapt op zijn terras om bij te komen van een fikse aanval van Gravedo Asiatica. Een ziekte die in onze tijd gewoon Spaanse griep wordt genoemd. Zijn lijfarts vergezelt hem. Hier kunt u wat op verhaal komen, o Caesar. De lucht is zo zacht boven Rome. Ik zag in mijn ijldromen alsmaar die onverzettelijke galliërs uit Armorica. Ze zaten overal. Een echte nachtmerrie. Dag u! Alweer! De galliërs op een vliegend tapijt. Maar dat is onmogelijk. Ik heb natuurlijk weer die vreselijke griep te pakken. En ik krijg daardoor hallucinaties. Dan hebt u mij wel aangestoken. Want ik zag het ook. Onze vrienden zijn zich er niet van bewust wat voor onuitwisbare indruk hun simpele groet op Caesar en zijn lijfarts heeft gemaakt. Ze zweven rustig verder. Alleen heeft Obelix alweer honger. Ik rammel. Zometeen komen we boven Griekenland en daar kunnen we stoppen. Vanzelf? Als meneer de Obelix honger heeft, wordt er meteen voor hem gezorgd, hoor. Wat bedoel jij daarmee, assurance toerist? Ik bedoel dat niet iedereen gelijk is op dit tapijt. Ja, wat zou jij dan willen, assurance toerist? Ik heb geestelijk voedsel nodig. Mijn poëzie wil ik zingen. Je doet er beter aan een toontje lager te zingen. Ik zing zoals mij dat zint, meneer de Obelix. Zing dan en ik veeg je onder het tapijt, meneer de assurance toerist. Kom, kom, rustig aan. Denk je dat ik bang ben? Hij zegt een liedje zingen, kan die moeke maar eentje fluiten. Wie niet zwijgt, laat ik nu meteen vallen. Ik lach, met zien van deze schoonheid in de spiegel. Ik lach, er valt niks te lachen. Die is daar zijn afgevallen. En wij gaan ook naar de haaien, want hij is de enige die met dit vloerkleed kan vliegen. Hou je vast, de zakkenhal. Dat wordt nog meer nattigheid. Wacht. Altijd al geweten dat het fout zou gaan. Met een gigantische plons komt het kleed met zijn opzittende in de zee terecht. Gelukkig zijn ze vlak in de buurt van een Grieks koopmanschip en daar klauten ze druipend en wel aan boord. Obelix heeft het kleed kunnen redden, maar het is wel doorweekt. De Griekse koopman begroet hem vriendelijk. Welkom aan boord, ik ben Krukas, Grieks koopman. Ik ben Asterix. Gallia, aangenaam. Hebt u toevallig ergens een vaakje zien vallen? Nee, er viel er alleen bakken water uit de hemel. Het orakel van Kibi had die natuurlijk weer niet voorzien. Dan is wie daar in zee gevallen. Alles is verloren. Wat is dat? Het komt uit een van die vaten daar. Die stem komt me bekend voor. Als dat Wiesda niet is. Wiesda? Nou, gewoon Wiesda, dat is Wiesda.
Lucas, wat zit er in die vaten? Ja, dat hoor je toch? Daar zat wijn in. Eens kijken, wie hebben we daar? Is dit toevallig jullie vaak hier niet? Bij toetaten, zij heeft een mooie slok op. Volgelopen, zeg maar. Een gevulde assiet, als het ware. Hij is meteen als een blok in slaap gevallen. Zo dronken als een kanon natuurlijk. Wat een onmelodieus gesnel. Als zijn hoest te lang duurt, komen we te laat. En dan gaat de arme Aladina eraan. Een hoest voor hem en een ramp voor mij. Mijn wijnvat is koenleeg. Geef mij die emmer water eens aan, Obelix. Ik zal zien dat ik hem wakker krijg. Hier, alsjeblieft, Asterix. Nou, daar gaat hij. Een opfrissertje. Eens kijken of dat helpt. Dat helpt ook al niks. Hij is nergens rustig, hoor. We moeten iets doen. Ja, laten we gaan eten. Mooie steun heb ik, hè? De een denkt alleen maar aan eten, de ander wil alles maar zingen. Ja, wat je zegt. Ik zal zingen. Jawel, hij krijgt het weer. Maar denk toch na, Asterix. Mijn gezang schijnt indruk te maken op Vista. Misschien haalt het hem wel uit zijn dronkenmanshoes. Nou ja, lager dan de zeespiegel kunnen we niet vallen. Doe dan maar. Wie gaat mee over zee? Houd de roer weg. Prins, gelukkig zijn ze vlak bij de kust en daar loopt het schip aan de grond. Iedereen is nat en enigszins gehaveld, maar er is geen ernstige schade. Nog het geluk dat we zo dicht bij de kust zaten. De piraten zouden lachen als ze dit wisten. En ze zeggen dat Ulysses zo opgaf over zijn sirenenzang. Zie je nou wel dat ik een bakker heb gekregen met mijn gezang, Asterix? Ja, maar hij ziet er nog verder van fris uit. Logisch, na zo'n lange vaste. Dat heb ik ook, voel me maar slapjes. Zeg eens, hoe moet dat nu met mijn boot? Al voelt hij zich nog zo slap, Obelix zal me toch helpen om je boot weer vlot te krijgen. Gekast, kom op! Obelix? Nou, ik heb dus geen eens recht om me slap te voelen. Kom mee! Wijs en duw! 1, 2... Als ik ooit mijn Odyssee schrijf, gelooft niemand me. Nog een klein duwtje. Vooruit, Obelix. Jij ook. Als er als een toerix. Ja, daar gaat hij. Tot ziens, Krukas. En behoud het waard. Tot ziens. Oh, wat een heks. Geef mij maar het comfort van ons vliegend tapijt. Verrek, waar is het? Ik zie het nergens. Het tapijt is poetsie. Ik heb dorst. En ik heb honger. Nou hebben we de fakir teruggevonden en er is ons tapijt weer weg. Oh, misschien heeft hij het tapijt teruggevonden. Of een everzwijn. Tot grote teleurstelling van Obelix blijkt Idefix inderdaad het tapijt te hebben gevonden en geen everzwijn. Ja, als we prinses Aladina nog willen redden, moeten de vrienden er nu vlug vandoor. Maar er is één kleine moeilijkheid. De prinses, we moeten er vandoor. Is Wiesda wel nuchter genoeg om te sturen? We kunnen in elk geval niet langer wachten. Vooruit, Wiesda. Met horten en stoten komt het tapijt van de grond. Bij iedere hik van Wiesda krijgen de opzittenden een nieuwe schok en veren ze een eindje de hoogte in om daarna weer onzacht neer te komen. En jij had het dus over het comfort van het vliegend tapijt, zoals het toen is. Nou, dan moet je geen dronken bestuur hebben. Wat is kost? Tegen met de zeg tot boven in de lucht. We zaten zo gezellig op een kleedje. We hielden het niet droog, maar we zaten lekker hoog. Leven het kleed Ondertussen vraagt prinses Aladina in het verre land aan haar meest favoriete slavin, de schrandere Susanna. Susanna, lieve Susanna, zie je nog niets komen? En de schrandere slavin Susanna antwoordt. Ik zie het stof schitteren in de zon, maar geen sprietje gras dat groen wordt, prinses Aladina. En op datzelfde moment, in datzelfde verre land, in een andere zaal van het paleis van de Raja, praat de slechte goeroe Verda met zijn gemene handlanger Fakir Dankewi. Heer, Fakir Dankewi, ploert van een dienaar. In dit koninkrijk is de lucht wel erg droog. Laten we drinken op het welslagen van onze plannen. Ik hoop dat je ze allemaal waar kunt maken, goddelijke meester Verda.
en dat de krachten van het kwaad die suffert van een Wisda ten eeuwige dagen laten opdrogen. Wisda is ondertussen inderdaad al aardig opgedroogd en het tapijt vliegt weer in één rechte koers. Oh, wat een suffert ben ik en wat heb ik een dorst. Een suffert ben ik niet, maar ik heb wel honger. Waarom scheld je jezelf uit voor suffert, Wisda? Je kunt het toch ook niet helpen dat je dat wijnvat bent gevallen? Je hebt je niks te verwijten. Ja, maar hoe kan een asceet als ik zondigen door gulzigheid? En wat krijg je? Barstende hoofdpijn en rampzalig veel tijdverlies. Nou, we komen nou eindelijk boven Athene en laten dan Griekenland achter ons. En jawel hoor. Na 151 vlieguren komen ze boven Athene, waar Asterix en Obelix eens een avontuur hebben beleefd bij de Olympische Spelen. Het enige dat Obelix zich daar nog van herinnert zijn de gevulde wingerdbladeren, de olijven, de watermeloenen en de harswijn waar hij toen van heeft gesmuld in de kleine herberg van Vicalibos. Maar nu is er geen tijd om bij een herberg neer te strijken, want er staat een leven op het spel. Het tapijt vliegt verder en verder en verder. Onherroepelijk gaan er uren en dagen voorbij. Nu laten we de zee voorgoed achter ons en gaan we over de Oosterse landen vliegen. Goed zo, kunnen we eindelijk landen en eten. Maar Obelix juicht te vroeg, want het is nog lang geen etenstijd. Je zou eerder kunnen zeggen dat het jachtseizoen is geopend. Van beneden af schiet iemand een pijl naar het vliegend tapijt die door het kleed heen blijft steken in het gevoelige achterwerk van Obelix. Auw! Wat heb je? Wat gebeurt er? Oh, pas op, Wisda! Obelix valt eraf! Daar gaat hij! Ik zie ook wel dat hij valt. Ik probeer onder hem te komen zodat we hem weer op kunnen vangen. Ja, ja, zo moet het lukken. Bergje, daar komt hij! Gaat het, Obelix? Wat gebeurt er nou? Wat is er nou gebeurd? Oeh, dat was op het nippertje. Maar het gevaar is nog niet geweken. Degenen die op Obelix hebben geschoten, hebben nog meer pijlen op hun boog. De enige die absoluut geen hinder ondervindt van een pijltje meer of minder in zijn zitvlak, is Fakir Wisda. Maar ja, die is dan ook gewend om op een spijkerbed te slapen. Bij toedaad is het blijven maar op ons schieten. We zitten boven Tyrus, hier dreigt altijd gevaar. Laten we dan opschieten! Hoogst onfatsoenlijk ons met pijlen te beschieten. Ach, het went wel. Ondertussen vraagt prinses Aladina in het verre land voor de zoveelste keer aan haar uitkijkpost. Zus Hanna, zus Hanna, zie je nog niets komen? En de schrampere slavin Susanna antwoordt: ik zie alleen het gras dat schittert in de zon, maar geen stof. Ik bedoel het andersom. En op datzelfde moment, in datzelfde verre land, in een andere zaal van het paleis van de Raja, praat de slechte goeroe Werda voor de zoveelste keer met zijn gemene handlanger Fakir Dankewi. Tot nu toe kloppen je voorspellingen, Dankewi. Maar wat als Wisda alsnog op tijd komt met die Gallische regenmaker? In zulk soort wonderen geloof ik niet, goddelijke meester. Je kunt wel een tapijt laten vliegen, maar regen oproepen, dat is je reinste science fiction. Ja, het is wel duidelijk dat alleen Assurance Tourist in staat zal zijn om Dankewi's mening over het bestaan van regenmakers te veranderen. Maar de Bart en zijn vrienden zijn nog heel ver weg. Ik rammel. Even situeren. We vliegen nu boven Perzië. Asterix, zeg jij en je vriend dat je op zijn reserves zou moeten teren. We mogen geen tijd meer verliezen. Waarde vriend, ik verlies nooit mijn tijd als ik eet. Wat is dat? Het regent! Assurance Tourist, ben je weer eens bezig? Maar ik heb er niets mee te maken. Ik heb toch helemaal niet gezongen? De bliksem is in ons tapijt gevaren! Oh, pas op! Een tapijt, bro! Er zit een gat in. Ik hou het niet meer. We zullen neerstorten. Gelukkig weet Wisda te voorkomen dat het hele vloerkleed in vlammen opgaat door zo te manoeuvreren dat ze met het brandende tapijt in de rivier terechtkomen in plaats van op het land. Ja, dat is niet het eerste natte pak in dit avontuur. We boffen dat ik de golf van het tapijt heb kunnen afbuigen naar de rivier. Ik ben bang dat de hele onderneming in het water valt. Van een bad krijg ik altijd honger. Dan laten we maar gauw aan land gaan en kijken hoe ernstig de schade is. Het gat in het tapijt is zo groot dat Obelix er zijn hoofd door kan steken, waardoor hij plotseling voorzien is van een exclusieve Oosterse cape. Maar
Vliegen kan het vloerkleed helaas niet meer. Volgens Vista is er nog geen man overboord, want ze zijn immers in Perzië en daar stikt het van de Perzische tapijten. Dus zullen er ook wel mensen zijn die ze op kunnen lappen. Na uren lopen langs de rivieroever komen ze eindelijk bij een dorpje en daar treffen ze al gauw een tapijtkoopman aan. Goeiedag. Wat een mooie tapijten heeft u daar. Vindt u? Ja, ik ben wever. Ik ben net mijn nieuwste tapijt aan het wassen. Nou, als je een goed gewassen tapijt wil, dan heb ik er hier wel eentje voor je. Zou u dat gat in ons tapijt kunnen repareren, wever? Ja, het spijt me, maar dat kan ik helemaal niet. En waarom niet? Zal ik u vertellen? Omdat ik alleen tapijten herstel die ik zelf geweven en verkocht heb. En je zult hier trouwens niemand vinden die een tapijt van vreemde makelij wil herstellen. Ja, het wordt misschien een beetje eentonig, maar ik moet toch vermelden dat op datzelfde moment in het land van Ratjavasta de schone prinses Aladina nogmaals haar brandende vraag aan zus Hanna stelt. Zus Hanna? Zus Hanna, zie je nog niets komen? En de schrandere slavin zus Hanna antwoordt. Ik zie alleen het stof. Laat maar zitten, zus Hanna. En op datzelfde moment, in hetzelfde land, in een andere zaal van het paleis van de Raja, hebben de gemeenerikken Werda en Dankewi hun ogen gericht op het antieke waterhorloge, de Klepsidra. Als onze Klepsidra goed afgesteld is, slaat over 180 uur het uur u, Dankewi. Met de u van ultimatum, goddelijke meester. En nu weer snel terug naar de scène met de tapijtwever. Hoor ik dat goed? Wil jij geen vreemde tapijten herstellen? Wij zijn niet eens vreemdelingen, wij zijn Galliërs. Oh, wel zeker, maar toch kan ik u niet helpen. Ik heb gewoon de reserveonderdelen niet voor uw tapijt. Hoeveel vraag je voor zo'n tapijt van jou? Nou, omdat u het bent, als hoge uitzondering, maar één zilveren talent. Eén zilveren talent voor een heel tapijt lijkt me niet duur. Een Persisch talent weegt 30 kilo. Je moet al rijk zijn om er één te hebben. Een munt van 30 kilo. Rare jongens, die Persen. Wat moeten we nou beginnen? Het tapijt is naar de bliksem en we hebben geen enkele talent. Dan nemen we toch een tapijt uit de hoop? Obelix heeft gelijk. Beter een gegapt dan een gapend tapijt. Geen sprake van. Gestolen goed vliegt niet. Bekijk het maar. Ik ga mijn matten kopen. Net als de vreemde onverrichter zaken te voet verder willen gaan om te kijken of er ergens anders iemand te vinden is die hun tapijt wil repareren, komt er een dorpeling aanrennen die vertelt dat de Scythische rovers in aantocht zijn. Scythen waren in de oudheid bewoners van Zuid-Rusland, wilde Tartaren op vurige paarden die menig dorp in de pan hakten. De bewoners van het kleine Persische dorpje zijn dan ook als de dood. En de houding van de tapijtwever tegenover Asterix en Obelix slaat om als een blad aan een boom. Ik bid u, Galliër, als gij over enige macht beschikt, helpt ons. Anders gaat ons hele dorp eraan. Het spijt me, maar dat kan helemaal niet. Waarom dan niet? Omdat uw problemen ons vreemd zijn en we ook niet over het benodigde onderdeel beschikken. Over welk onderdeel dan? Een tapijt. Bij Ahura Mazda, de grootste god van de Perzen. Dat tapijt krijgt u van mij. Bij Toetatis, hand erop. En zo komen onze vrienden goedkoop aan een nieuw tapijt. Maar voordat ze hun reis kunnen voortzetten, moeten ze eerst even de vervaarlijke Scythen verslaan. Voor Asterix en Obelix is dat een peulenschilletje. Ze zijn blij dat er eindelijk weer eens wat gebeurt. Zet hem op, Isa. In scheervlucht tussen de rangen van de Scythen door. Ja, we zullen ze scheren zonder zee. Vanaf het fonkelnieuwe tapijt slaan Asterix en Obelix de ene Scyth na de andere in elkaar. Vista vertoont een voortreffelijk staaltje stuurmanskunst en deze aanvalstactiek is zelfs voor zulke doorgewinterde vechtersbaas als de Scythen te veel. Ze kiezen al snel eieren voor hun geld en geven hun paarden de sporen in een andere richting. Obelix is niet erg tevreden. Vlucht voor de luchtduivel! Is het nou al afgelopen? Geef mij de Romeinen maar, die gaan langer mee. Dat hebben ze allemaal met mijn tapijt gedaan. We zijn u veel verschuldigd, heren. Wat wilt u nog meer behalve tapijt? Eten! En jawel hoor, er wordt een feestmaal aangericht.
En onze vrienden krijgen specialiteiten voorgeschoteld die in Gallië onbekend zijn. Verrukkelijk, die kleine grijze bolletjes. Ach, een streekgerecht voor de armen. Het zijn steureieren, maar wij noemen het caviar. Het is wel erg voedzaam, zoals u zult zien. Ja, dan is één eitje genoeg voor mij. Heb jij een lekker bot gekregen in de fiets? Fijn zo. Zeg, Pers, wat is dit eigenlijk voor vlees? Geroosterde kameel. Even lekker als dromedaris, maar voordeliger, want er zitten twee bulten aan. Na de maaltijd stappen de reizigers weer op een nieuwe tapijt om hun reis zo snel mogelijk te vervolgen. De kamelen zijn misschien voordeliger, maar lang niet zo lekker als everzwijn. Nou, dat zou je niet zeggen als je ziet hoe jij het gebunkerd hebt. Goed, nu we hebben volgetankt, moeten we de verloren tijd inhalen en recht op het Rijk van Ratjavasta aansturen. Op datzelfde moment spreekt Ratjavasta met zijn dochter Aladina. De goede heerser heeft de moed opgegeven. Nog liever doe ik troonsafstand voor Weerda dan jou op te offeren, lieve Aladina. In een andere zaal van het paleis liggen de kwaaie pieren Weerda en Dankewi lui aan hun waterpijpen te lurken, vooruitlopend op de weelde die ze verwachten. Het verhaal van 1001 uur wordt een nachtmerrie voor Wasda, Dankewi. Ik denk eerder dat het de Radja en de prinses uit de slaap houdt. Maar wat als na de offerdood van de prinses nog steeds geen regen valt? O Verda, goddelijke meester. Dan zal de god Indra nog meer koninklijk bloed eisen en gaat de kop van de Radja er ook af. En als er dan nog geen regen valt? Dan doet het er niet meer toe, want dan ben ik meester over het Rijk. Maar het dappere Persische tapijt vervolgt onverstoorbaar zijn weg boven verzengelde woestijnen. Het is hier om te stikken. Wat een hitte. Of kampend met het barre klimaat van het hoge bergte. Wat een ijskou. Je zou er een koude zweet van krijgen. En eindelijk, op 30:30:30 van het uur u, slaakt Fakir Vista een triomfantelijke kreet. Ah, we zijn er, daar is de Ganges. Maar hij ligt helemaal droog, de Ganges. En er zitten allemaal mensen in die vieze modder te ploeteren. Waar is dat nog goed voor? De Ganges is een heilige rivier. Zelfs als hij droog staat, blijven de hindoes er hun rituele wassingen in houden om hun ziel en lichaam te reinigen. Ja, dat zijn wel hele rare jongens, die hindoes. Kijk, daar vlak voor ons ligt het rijk en het paleis van Ratjavasta. En eindelijk is het dan zover dat Aladina van haar uitkijkpost Susanna datgene te horen krijgt waar ze al zo vreselijk lang met smart op heeft zitten wachten. Prinses Aladina! Ik zie het tapijt van Vista aankomen. En er zijn Galliërs aan boord. Oh, vervloekt. In een soepele glijvlucht zweeft het vliegend tapijt recht op de troon van Ratjavasta af. Zie je wel, vader. Ik wist dat onze trouwe Vista zou slagen. Vista probeert zijn vloerkleed netjes vlak voor zijn vorst te parkeren. Maar ja, hij houdt geen rekening met het opstapje naar de troon en het wordt meer een soort noodlanding. Moet dat nou zo? Ja, ik ben die gladde vloeren niet meer gewend. Nou ja, het voornaamste is dat we op tijd zijn. O, grote Ratja, hier breng ik u zoals beloofd de Galliërs die regen maken. Mogen de 30 miljoen Vedische goden hen onze hemel het Nirvana binnenleiden als zij dit wonder waarmaken. Als we onze Toerix, onze Bart hier, kan regen maken met zijn gezang. De tijd dringt, maar misschien wilt u toch iets nuttiger voor u het wonder volbrengt? Wonderbaar idee! Assurance Tourix wordt overal in het rijk van Ratjavasta door stadsomroepers aangekondigd als de Gallische wonderdoener die middag regen zal gaan maken. Alle burgers worden uitgenodigd om het mirakel bij te wonen op het plein voor het paleis van de grote Ratja. De gniepige Verda knijpt hem wel een beetje, want als het Assurance Tourix werkelijk lukt om regen te maken, is zijn kans om heerser van het rijk van de Ratja te worden verkeken. Die middag is er een grote menigte verzameld op het plein voor het paleis. De Ratja verschijnt op het balkon met Fakir Vista, de schone prinses Aladina en de 3 Galliërs. Geliefd volk! Hier is de Gallier
die de goden gaat toezingen, opdat zij het water uit de hemel uw akkers laten besproeien. Een regenmaker! Dat bestaat toch niet? Ik geloof er niks van. Oh, dat wil ik wel eens zien, ja. Assurance Toerix stemt zijn lier en haalt diep adem. Het spektakel kan beginnen. Maar ja, de Radja heeft zo zijn twijfels. Weet u wel zeker dat dat werkt? Heel zeker. Het gaat jammer genoeg nooit fout. Vooruit, Assurance Toerix, zet hem op. Voor zo'n groot publiek ben je nog nooit opgetreden. Asterix en Obelix houden hun handen voor hun oren. Zelfs Idefix stopt zijn oortjes dicht met zijn pootjes. Ja, ja, zij weten wat ze te verwachten hebben als het gezang van Assurance Toerix in volle kracht losbreekt. Voor de tweede keer neemt Assurance Toerix diep adem. Iedereen zet zich schrap. Maar er gebeurt helemaal niks. De Bart loopt rood aan, maar hij brengt totaal geen geluid voort. Nou, begin maar, Assurance Toerix. Ik heb al lang mijn handen voor mijn oren. Maar wat is er met je? Waarom zing je niet? Vertel me nou niet dat je niet meer kunt zingen. Meneer heeft zoveel noten op zijn zang. Maar als het dan echt moet, krijg je dan niks uit. Werda en Dankewi, die vanuit een verborgen hoekje toekijken, lachen in hun vuistje. Bij de vleeswording van Vishnu, de grote avatar, de Gallische zanger gaat op zijn buik. Zo wordt u toch nog heerser van het rijk, goddelijke meester Werda. Asterix is buiten zichzelf van kwaadheid, nu Assurance Toerix opeens met stomheid geslagen blijkt te zijn. De arme Bart heeft zich daarmee ook de woede van het gepeupel op het plein op de hals gehaald. Hij wordt bekogeld met rotte tomaten en ander overrijp fruit. Al met zegen, Obelis, op het Vlaam verrocht. Kom mee, lieve dochter, deze regen van rotte vruchten is heel iets anders dan ik bedoelde. Dankewi meent dat er voor zijn meester Werda nu niets meer mis kan gaan. Hij heeft trouwens altijd al gezegd dat regenmaken pure science fiction is. Maar Werda wil de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. En daar heeft hij gelijk aan. Want Radja Vazda doet er alles aan om Assurance Toerix van zijn plotselinge stomheid te genezen. Asterix heeft spijt van zijn woedeuitval. Vergeef me, Assurance Toerix. Je bent onderweg waarschijnlijk ziek geworden door de snelle overgangen van warm naar koud en van koud naar warm. Ja, als we hem verzorgen, geneest hij misschien nog eer het laatste van de 1001 uur slaat. Vlug, laat mijn leefartsen komen. Binnen enkele minuten staan alle lijfartsen van Radja Vazda om Assurance Toerix heen en onderwerpen hem aan een nauwkeurig onderzoek. De medische termen zijn niet van de lucht. Ja, dat is een typisch psychomatische ziekte veroorzaakt door het conflictueus verwerpen van het egocentrische zelf en zijn introverte opwellingen die één syndroom veroorzaken dat ik vulgaris paranoia zou willen noemen, waardoor absurdo alles bewezen is. Contraria contrarius curanto. Quod capita tot sensus. Nou, kerel, ziet er niet erg gezond uit, wat? Er is maar één middel om hem aan de praat te krijgen dat zijn tong eruit. Nadat de lijfartsen zich eerst hebben teruggetrokken voor een geheim beraad op hoog niveau, brengt de eerste hofmedicus de Radja-verslag uit van hun bevindingen. Nou, kunnen jullie hem genezen? Onze diagnose is formeel, grote Radja. De patiënt zal een nacht lang moeten weken in een bad met melk van een olifantenmoeder, vermengd met verse drek van een olifantenjong en gemalen haren van een oude olifant. Ita est. Laat meteen alles aanrukken wat nodig is. Hey, waarom brengen we de Galliër niet meteen naar het productiecentrum, o grote Radja? Bij kolossaal de olifantenhoeder vinden we alles wat we nodig hebben. Nou, ik hoop dat die olifantenbehandeling je een dikke huid geeft, Assurance Toerix. Om Guru Werda op een dwaalspoor te brengen, gaan de vrienden lopend naar kolossaal de olifantenhoeder. Obelix verbaast zich over de koeien die hier en daar midden op de weg liggen. En Fakir Wisda vertelt hem dat die dieren in het rijk van Radja Vazda heilig zijn. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen en niemand zal ze kwaad doen. Trouwens, de Hindoes eten toch geen vlees. Obelix is benieuwd of de everzwijnen soms ook heilig zijn. Hij hoopt maar van niet. Na een lange wandeling komen ze bij de olifantenhoeder. Gegroet, Wisda en uw edele vreemdelingen. Wees welkom. Gegroet, kolossaal.
Zeg, luister, mijn Gallische vrienden hebben jouw hulp hard nodig. Oh ja? Wat kan ik voor ze doen? Kolossaal is de beste olifantenhoeder uit de streek, vrienden. Hij laat de dieren fantastisch werk doen. Kijk maar eens met hoeveel gemak ze die dikke bomen met wortel en al uit de grond trekken. Ik begrijp niet wat daar zo fantastisch aan is. Zo'n boompje uit de grond trekken, daar is toch niks aan? Zie je wel, kind kan de was doen. Ah ja, sorry, Idefix. Ik vergat even dat het je pijn doet als er bomen worden geveld. Zeg, Obelix, je vroeg me laatst wat een dikhuid was. Nou, die olifanten, dat zijn dikhuiden. Ja, maar ik begrijp niet wat dat met mij te maken heeft. Je bent goed afgericht, vreemdeling. Als je wilt, heb ik wel werk voor je. Hoe bedoel je? Daar zijn we niet voor gekomen, kolossaal. De Gallische zanger is zijn stem kwijt. En de artsen hebben hem een bad voorgeschreven in melk en drek en haar van olifanten. Wat een flauwekul. Ik weet een veel beter middeltje. Als een olifant niet meer kan trompetteren vanwege een verstopte slurf, dan blaas ik er gewoon eens door. Ze hebben daarna misschien nog wat last van winderigheid, maar ze trompetteren weer als de beste. Misschien kan ik bij de Gallische zanger hetzelfde doen. Dank je, kolossaal. Maar ik denk dat onze vriend toch liever dat bad heeft. Jammer. Met zo'n neus als hij heeft, was het een makkie geweest om hem door te blazen. Terwijl de helpers van kolossaal het stinkende, maar weldadige bad voor de Bart klaarmaken, nemen Vista en Assurance Tourix en Obelix voorlopig afscheid van Assurance Tourix. Ze hebben met hem afgesproken dat ze hem de volgende morgen weer op zullen komen halen. Natuurlijk hopen ze dat hij dan genezen is. Maar Werda, die overal spionnen op de loer heeft liggen, is er al lang achter dat Assurance Tourix in het olifantenbad zit. En diep in de nacht stuurt hij er twee van zijn gemeenste trawanten op af om de arme Bart, die nog steeds zijn stem kwijt is, te ontvoeren. De mannen zijn amper bestand tegen de stank van het bijzondere badwater, maar ze slagen er toch in om Assurance Tourix eruit te sleuren. 18 uur voor het uur U brengen ze hem in opdracht van hun baas Werda naar het olifantenkerkhof in het hart van de jungle, waar hij door razende olifanten vertrapt zal worden als er niet tijdig redding komt. De volgende morgen, 10 uur voor het uur U zal aanbreken, komt Wiesda op zijn vliegend tapijt het gastenverblijf van Asterix en Obelix binnenzweven. Goedemorgen, zijn jullie klaar? We halen Assurance Tourix per vliegend tapijt op, dat gaat vluggen. Mijn ontbijt dan? Alles op zijn tijd, Obelix. Vooruit, stap op. Zo. Nou, zitten jullie goed? Daar gaan we. Nou, ik ben erg benieuwd of dat olifantenbad gewerkt heeft. Ja, en ik ben erg benieuwd wanneer we gaan ontbijten. Want met een lege maag voel ik me zo hol. Ik ben bang dat niet alleen je maag leeg is, Obelix. Zie je wel? Nou zeg je het zelf. Jammer genoeg gaat het vertrek van onze vrienden niet onopgemerkt voorbij aan Werda en Dankewie, die al vroeg op de loer liggen. Ze gaan de zanger halen. Probeer ze tegen te houden, Dankewie. Makkelijk zat. Even mijn tapijt fluiten. Ah, daar is het al. Braaf vloerkleedje. Zo. En nu is het tussen jou en mij, Vista. De magische krachten van het tapijt van Dankewie evenaren die van Vista's wonderlijke vloerkleed. Midden in de lucht komen de goede en de slechte fakir tegenover elkaar te staan. Zal de goede macht het winnen van het kwade? Om de strijd die uitbreekt te kunnen volgen, is in elk geval enige kennis van de Oosterse godsdienstleer nodig. Nou, luister, kijk, het zit zo. Vayu is een grote Vedische godheid in Indië. En Agni is de god van het vuur. En Kala de god van de tijd. Surya is de zonnegod en Vak is de god van de spraak. Zo, en nou begeven we ons midden in het gevecht tussen goed en kwaad. De vonken vliegen eraf. Je komt daar niet door, Vista. En wij Vayu Dankewie. Mogen Agni je rooster in het helle vuur niet staan. Mogen Kala je verstenen tot het einde der tijden, Dankewie. Mogen Toetas dit ons genaderd zijn. Springen kan niet, we zitten te hoog. Juist als onze vrienden denken dat ze verloren zijn, gebeurt er een echt Oosters wonder. Als uit het niets komt er een stevig touw van beneden omhoog reizen. Panoramis had gelijk. Die mensen beschikken over wonderbaarlijke krachten. Hoezo? Omdat hier toevallig een touwtje hangt? Oh,
Dank u wel. Uw touw verscheen net op tijd. Fakir Visa is een vriend van mij. Ik ben slangenbezweerder en touwentemmer. Ik sta stijf van bewondering. Zeg, die twee daarboven zijn nog steeds bezig. Als ze hun 30 miljoen goden erbij halen, zien we Visa voorlopig niet terug. Kom, Obelix. We gaan als de Rassetourix wel lopend aan het productiecentrum halen. Maar bij het olifantenpad wacht onze vrienden een verrassing. Assurance Tourix is in geen velden of wegen te bekennen. Maar zijn lier en zijn kleren liggen er wel. De vrienden zoeken Kolossaal op in de hoop dat hij ze meer zal kunnen vertellen. Hij is ontvoerd, Kolossaal. Assurance Tourix zou nooit op stap gaan zonder kleren en zonder lier. En er is een olifant gejat. Uitgerekend die waarvan ik net een slurren wat ontstop. Want dat moeten de ontvoerders hebben gedaan. Asterix, kijk. Ik geloof dat Iefix een spoor heeft geroken. Lug! Erachteraan. Ik ga mee. Ik wil de olifant terug. Als we Rassetourix zit vast in het nauw. Als we maar op tijd komen. Reken maar dat Assurance-Tourix in het nauw zit. De handlangers van Verda en Dankewi hebben hem achtergelaten op het olifantenkerkhof in een levensgroot skelet van een enorme olifant. En daar ligt de beklagenswaardige Bart. Vastgebonden tussen de olifantenbotten. En hij kan nog steeds geen woord uitbrengen. Op het kerkhof zijn niet alleen de schimmen van dode olifanten, maar er zijn ook levende olifanten. Dit kerkhof is het heilige domein van de dikhuiden en zij dulden geen menselijke wezens op hun terrein. Ja, het ziet er heel slecht uit voor de arme Assurance Tourix. Maar zijn redders zijn onderweg. Als ze maar op tijd komen. Idefix ruikt iets, hier, achter dat bosje. Een koningstijger! Obelix schakelt de tijger met één welgemikte stoot recht voor zijn raap uit. Zo, die brult voorlopig niet meer. Hij kan wel van de koning zijn, maar ik weet zeker dat hij niet tevreden is. Wat is u toch schitterend afgericht, die Galliër. Zeg Asterix, ik geef je 10 olifanten voor je vriend. Ik ruil Obelix vriendschap nog niet voor alle olifanten van de wereld. Als je het mij vraagt, volgen we het pad dat naar het olifantenkerkhof leidt. Als dat zo is, is jullie vriend er geweest. Hoezo? De afgeleefde olifanten komen naar deze heilige plek om te sterven. Kudde uit de buurt houden we bij de wacht. En wie de vermetele die binnendringt, hij wordt ter plekke vertrapt. Auw, wat is dat? Auw, er vliegt iets tegen mijn kop. Wie doet dat? Die lelijke apen, we kogelen ons vanuit de bomen met kokosnoot. Auw, weer een Idefix. Die slingeraap gaat er met Idefix vandoor. Ik zie ze niet meer, waar zijn ze gebleven? Daar, Asterix, hoog in die dikke boom. Die aap houdt Idefix in zijn armen. Oh, maar dat zal die aap slecht bekomen. Ik schud gewoon net zo lang aan die boom tot hij mijn hondje loslaat. Zo, gebeurt er al wat? Asterix? Ja, het regent apen. Oh, wacht, daar komt Idefix al. Ik vang hem wel op. Ja, ik heb hem. Dit keer heb ik aan jou gedacht, hoor, Idefix. Ik heb de boom laten staan. Zie je wel? Zeg, Asterix, snap jij die lui nou? Wat moeten ze in vredesnaam met apen? Waarom houden ze niet gewoon even zwijnen, net als iedereen? Obelix, pas op! Wat wil die nou weer? Ik lust alleen even zwijnen. Natuurlijk maakte Obelix met de neushoorn net zulke korte met als met de koningstijger. Een reden voor Kolossaal om Asterix nog eens 20 olifanten te bieden in ruil voor zijn vriend. Maar Asterix houdt natuurlijk voet bij stuk. En dan staan onze vrienden plotseling oog in oog met de handlangers van Guru Verda bovenop de gestolen olifant van Kolossaal. Olifant! Komen jullie maar eens van die olifant af, makkers. Hier, vooruit, vlug, op die tafel. Dat is beter. En vertel nu maar eens gauw waar onze Bart is. Guru Verda heeft ons opgedragen naar het olifantenkerkhof te brengen. U weet hoe dat gaat. Wij moeten ook leven. Breng ons meteen naar het kerkhof, Kolossaal. Misschien is het nog niet te laat. Weg met jullie smerige handlangers van die misselijke Verda. Daar hebben we geen last meer van. Kom, we nemen de olifant. Dat gaat vlugger. Stap op, jongens. Kolossaal spoort zijn olifant aan tot galop. En al snel hebben ze het olifantenkerkhof bereikt. De olifantenkudde die het kerkhof bewaakt, verdringt zich om het skelet. En van Assurance Tourix is op het eerste gezicht geen spoor te bekennen.
zou de arme Bart dan toch verloren zijn. Het is weer best, hè, sinds ik hem ontstopt heb. Die olifant van jou jaagt de anderen op de vlucht. Kolossaal, zo kunnen we tenminste wat zien. Hé, hey, daar ligt Assurance Tour eens. Hoe is het mogelijk, ja? In dat skelet, ja. Tussen de olifantenbotten. Toetaat is zijn geloof. Hij is ongedeerd. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ik denk dat ik het wel begrijp. Door dat bad van olifantenproducten is jullie Bart doordrongen van de olifantengeur. En de kudde heeft gedacht dat hij bij hen hoorde. Hij heeft echt gebot. Ja, zie je nou wel dat ik niks met die dikhuiden van doen heb? Je bent nog altijd niet bij stem, maar je leeft. Assurance Tourix en daar gaat het om. Weliswaar is Assurance Tourix gered, maar nog amper 2 uur scheiden ons van het uur u. En in het paleis wordt alles in gereedheid gebracht voor het offer. Guru Verda is zeker van zijn overwinning. Na de dochter stuur ik de vader Ad Patres. En zoals mijn neef Isno Goud, word ik dan Raja in plaats van de Raja. Prinses Aladina is vertwijfeld. Ze vraagt zich af wat de Galliërs toch uitvoeren en waar in vredesnaam Wista uithangt. Wista zit nog altijd in topoverleg, hoog in de lucht met zijn tegenstander Dankewi. Welke fakir zal het halen? Ze zijn aan elkaar gewaagd. Oh ja, nog even voor de duidelijkheid en voor die luisteraars die graag alles willen weten. Skamba is de god die de hemel stut als een kosmische zuil. En Poesan is de god van de huisdieren. Mogen Skamba de hemel versplinteren op je hoofd, Wista. Mogen Poesan je veranderen in een oude bok, Dankewi. Mogen Sutra je galstenen vergroten. Dankewi heeft weliswaar een slechte inborst. Maar als fakir slaat hij geen slecht figuur. Jammer genoeg voor hem kent Wista 1 kunstje meer dan hij. Met een kleine handbeweging laat Wista zijn tapijt 1 metertje of 1,5 hoger stijgen. Hierdoor heeft het tapijt van Dankewi opeens geen tegendruk meer en vliegt het met hoge snelheid vooruit tegen een naburig gelegen torentrans op en hij duikelt in duizelingwekkende vaart naar beneden. Nu Wista van deze tegenstander is verlost, moet hij zo gauw mogelijk zien dat hij de Galliërs vindt. Want het is nog maar 30 minuten voor het uur u. Dat is makkelijk. Zo'n olifant de douche, kolossaal. Je ziet het wel. Mijn olifant trompettert niet alleen weer als de beste, hij kan ook weer prima spuiten. Dat komt allemaal door dat doorblazen. Onze Bart had ook echt wel een opfrissertje nodig. Hij stonk 1 uur in de wind. Ja, zeker, en nu die schoon is, moeten we wel snel gaan. Bedankt en tot ziens, kolossaal. Ha, al is onze Bart nog even stom, we gaan toch proberen de prinses te redden. Veel succes! Wacht even, Asterix! Daar is Wista met zijn vliegende tapijt! Gelukkig, daar zijn jullie. Stap op, we hebben nog maar heel weinig tijd om prinses Aladina te redden uit de klauwen van die Verda. Die hier, Assurance Tourix, neem een slok toverdrank. We moeten nu zorgen voor een optreden dat inslaat. Nog 5 minuten en het uur u zal zijn aangebroken. Op het plein voor het paleis is het gepeupel opnieuw verzameld. De beul staat gereed om zijn scherpe bijl te laten neerdalen op de sierlijke hals van prinses Aladina. Raja Vasta ziet geen uitweg meer. Guru Verda straalt van triomf en gemedigheid. Is er nog een uitweg? Zou er nog redding mogelijk zijn voor de arme, dappere prinses? O, vader. Rustig maar, kind. Het regent nog altijd niet. Leg u er maar bij neer, prinses. Uw laatste uur heeft geslagen. Mogen de 4-armige godvis nu je wurgen, schoft van een goeroe. Maak je niet kwaad, vader. Ik zal het volk toespreken. Dierbare onderdanen. Mogen dankzij mijn offer de hemel zijn rijkdom over u uitstorten. En zo dit niet gebeurt, wees dan op uw hoede voor de slangen die u misleiden en uw ellende misbruiken ter bevrediging van hun eigen hebzucht. Leef onze prinses! En dan is het onverbiddelijke uur u aangebroken. Met haar hoofd op het offerblok ziet prinses Aladina het onafwendbare einde fier en dapper tegemoet. Er lijkt geen redding meer mogelijk. Behalve dan misschien uit de hemel. En dat is precies de plek waar de redding vandaan komt. Als de beul zijn bijl omhoog heeft,
geneesmeester Asterix, die ook een slok toverdrank heeft genomen. En met een vette dreun onderuit. Het vliegende tapijt is precies op tijd gekomen. 1 seconde later en het lieflijke hoofdje van prinses Aladina was gevallen. Is alles goed met u, prinses? Gelukkig wel. Ik wist dat ik op u kon vertrouwen. Ik ga meteen mijn vader geruststellen. Wachters! Grijp die heiligschenners! Maar de enige die gegrepen wordt is Werda zelf. Wista grijpt hem vanaf het tapijt in zijn nekvel. Help! Laat me los! Help! Wista! Niet doen! Laat me los! Laat me los! Dat was ik nou net van plan. En daar ga je! Zonder blikken of blozen laat Wista Werda los. En hij komt met een harde klap op de grond terecht, midden tussen het gepeupel. Die slechterik heeft zijn trek het huis. Asterix en Obelix zijn druk in de weer met de trawanten van de goeroe. En ook Assuranse Toerix, die door de slok toverdrank een geweldige kracht heeft gekregen, draagt zijn steentje bij. Die toverdrank werd fantastisch, Asterix. Zeg dat wel, Assuranse Toerix. Maar, Assuranse Toerix, je praat. En als ik kan praten, kan ik ook zingen. En zingen als we van het begin af aan hadden geweten dat er alleen maar wat toverdrank voor nodig was om Assuranse Toerix zijn stem terug te geven, was dit avontuur lang zo spannend niet geweest. Moet je die handlangers van Werda nou zien? Als een stelletje verzopen ezels slaan ze op de lucht. Het oude Keltische regenlied van Assuranse Toerix, het Gallische mirakel, heeft eindelijk de moezel ontketeld. De oogst is gered en het wassende water van de Ganges maakt alle Indiërs gelukkig op 2 na. Precies, Werda en Dankewi. Zij kiezen het hazenpad op een vliegend tapijt. Het wordt bepaald geen plezierreisje, want ze hebben geen goed woord meer voor elkaar over. Regenmakers. Science fiction noemde die dat. Meneer Kweetal. Dan word ik Radja in plaats van de Radja, zei dat hond. Oh, altijd zou die met de zijde staan. De suffert. Hij kan me helpen om hoger op te komen, idioot. Ah, mooie helper. Zo'n waardeloze figuur. De dankbaarheid van de Radja kent geen grenzen. U hebt ons zoveel geschonken, Galliërs. Wat kunnen we u in ruil bieden? Wat dacht u van eten? De goede Radja Wasta laat een groot banket aanrichten ter ere van de Galliërs. Gelukkig zijn er naast vele exclusieve Oosterse specialiteiten ook everzwijnen. Gelukkig voor jou is het everzwijn hier geen heilig dier over, hè? Misschien niet heilig, maar wel hemels. Ik wil je toch zo graag zingen als er dan zo door is. Laat ik u een goede raad geven, prinses Aladina. Overdrijf er niet mee. U zou overstromingen kunnen krijgen die even verwoestend zijn als de droogte. Zeg, Obelix, lukt het een beetje? Ik heb heimwee, Asterix. En waarom dan wel? Omdat ik denk dat ze op dit eigenste moment in ons dorp misschien een banket aanrichten en dat ze dat doen zonder ons. Daarom. Het goed ontwikkelde reukorgaan van Obelix heeft wel flair, want inderdaad, op enkele honderden kilometers in tapijtvlucht van de Gangesvallei verwijderd, hebben de thuisblijvers in het dorp van Asterix een banket aangericht ter ere van de afwezige helden. Abraracoursix, het stamhoofd, brengt een toast uit. Hoog hef ik mijn beker ter ere van onze weergaloze krijgers. Onze dappere jongens die naar verre vreemde streken getrokken zijn. Om onze steun te brengen aan onbekende volkeren. En een beeld te geven van onze grote, mooie Gallische natie. Ja, ik denk dat het misschien wel beter is als onze Bart nou gauw thuis komt. We beginnen hem te missen. Ik wil stilte als ik spreek!